van twee dochters van 4 en 6. En ik wil jullie graag iets vertellen over Balorig, het binnenspeel, de speeltuin. Je hebt er een aantal door heel Nederland. Die van ons die zit vlakbij Amsterdam. En we zijn er al vaak heen gegaan toen de kinderen nog klein waren. Want je hebt een heel afdeling voor kleine kindjes en ook voor wat grotere kinderen die echt kunnen klimmen. En dat was altijd een groot succes. Dus toen mijn dochter 6 werd, wilde zij heel graag met de klas naar Balorig voor haar partijtje. En ik was een beetje huiverig. Ik dacht, oh goed, moet ik met 16 kinderen opletten en hoe werkt dat? Maar ik moet zeggen, ik vond het een ideale kinderpartijtje. Met 16 kinderen moet je sowieso het huis uit. Balorig is een schone binnenspeeltuin. Ik vond het daar fris en schoon. De mensen die er werken zijn aardig en behulpzaam. Ik heb wel van tevoren gebeld om te kijken hoe druk het was. Want wellicht, weet je, als het echt een hele drukke tijdstip is dat jij plant om je partijtje te doen, dan lijkt het me niet verstandig. Maar ik had geluk dat het heel erg leeg was. Dus voor mijn idee is het echt een ideale partijtje geweest. Je kan verschillende pakketten afnemen. Dus prinsessen of piraten, dat soort dingen. Je kan taart erbij bestellen. Ik had het vrij simpel gehouden. Voor 10 euro per kind. Dan heb je de entree, onbeperkt spelen. Je hebt een lunch tussendoor. Dan kan je kiezen uit patat, poffertjes of pannenkoek. Het is ook grote porties, dus het is goed geregeld. En voor de rest heb je een aantal keer limonade dat ze kunnen drinken. Ja, de kinderen hebben gewoon genoten. En dat maakt het voor mij een ideaal partijtje. Ik kon best wel af en toe een beetje achterover zitten. En af en toe gewoon opletten dat alles goed ging. Maar verder hoefde ik vrij weinig te doen. En de kinderen hebben zich super vermaakt. Dus ik zou zeggen, als jullie soms denken, wat moet ik doen met een partijtje? Balorig is een super tip. Ik hoop dat je er wat aan hebt.